jaarbeursgebouw in Utrecht hebben 1200 honden met belangstelling gekeken naar de duizenden liefhebbers die deze internationale expositie bezochten. Uit vele Europese landen waren de mooiste exemplaren van vele bekende en van minder bekende rassen vertegenwoordigd. En zij waren stuk voor stuk de moeite waard. De eigenaars deden letterlijk alles om de dieren op hun gemak te stellen en om ze zo mooi mogelijk voor de keuring te krijgen. De Pyreneese berghond pronkte er naast de Zwitserse berghond, de Sint-Bernhard. Een nieuwe verschijning hier waren de Bazenjes, klassieke Afrikaanse jachthonden die nooit blaffen en dus waarschijnlijk wel bijten. Bij de kleine rassen vonden we onder andere de Fox Terriers, bij de nog kleinere de dwergpinschertjes. Veel aandacht trokken de vrij zeldzame Nederlandse kooikerhonden. En uit Duitsland was er onder andere deze Deutsche Bundessieger, wiens verschijning door sommige honden hoofdschuddend werd gadegeslagen. Hevige noordwesterstorm.